Ja, ik ben Rob de Gier. Ik woon hier samen met mijn vrouw Marion en de hond Cracker in Nieuwvliet. En dit huis staat op de lijst van de duurzame huizenroute. Wat is er duurzaam aan dit huis? De duurzaamheid zit hem in het opwekken van de energie. We wekken eigenlijk net zoveel energie op als dat we verbruiken. En was het al toen u hier kwam wonen? Nee, dat hebben we nou het afgelopen jaar gerealiseerd. Hebt u ook zonnepanelen? Ja, er liggen 40 zonnepanelen achter het huis. En ja, die worden voor drie dingen eigenlijk gebruikt. Uiteraard voor elektriciteit. De andere kant om het huis te verwarmen. En de derde is ook om er elektrisch mee te rijden. Ik zie hier een hele rij zonnepanelen liggen. Daar zit een aardig kapitaaltje in. Krijgt u dat er ooit uit? Ja, dat verdient zich weer terug. Je moet wel op lange termijn denken. Dus ja, de terugverdientijd was ongeveer, als je het na gaat rekenen, iets van 12 tot 14 jaar. En hoe lang gaan ze mee? Ja, toch zeker 20 jaar. Wellicht 25 jaar. Ja. En waarom liggen ze hier en niet op het dak? Het dak was niet groot genoeg. En het zit ook niet ideaal, het dak. Dat zit meer op het zuidwesten. Dus vandaar. Hiermee halen we dus water uit de grond eigenlijk. Hier, dat zijn in feite deze pijpen heen gaan en de retour. En dat water is ongeveer een graad of 12. Dat kan je hier ook op zien. En ja, wat dit ding dan doet vervolgens, het is eigenlijk een omgekeerde koelkast. Hetzelfde principe. Het water komt er 12 graden in. Dat gaat terug een graad of 8. Dus een graad of 4 lager. En dat verschil wordt verhoogd en dat wordt omgezet naar een graad of 50 aan centrale verwarmingstemperatuur, cv-water. En dat zijn deze pijpen, die gaan naar de centrale verwarming toe. Waarom vindt u duurzaamheid belangrijk? Ja, laat ik zeggen, alle energie die we nu verstoken, dat is toch eindig. En je hoopt dat er na ons toch ook nog mensen gebruik kunnen maken van deze planeet. Ik denk dat er een grote investering voor nodig is. Ja, het zijn redelijke investeringen. En het zou natuurlijk een mooie zaak zijn als een bank daar op in zou spelen. Dus, want het zijn allemaal investeringen die zich wel terugverdienen. Maar het is allemaal lange termijn werken. 10, 15 jaar moet je dan aan denken. Vindt u dat de overheid ook meer kan meehelpen om mensen duurzamer te laten worden? Nou, bewustwording, maar ik denk niet dat het van subsidies en dergelijke meer moet gaan komen. Dat is gewoon, het is gewoon interessant om het te doen, maar de overheid zou wel kunnen bijdragen aan bewustwording en het verkrijgen van vergunningen, dat het wat eenvoudiger gaat.